ME en burgers op zoek naar Anne Faber. En Amfitra Moskee uit pand gezet. Goedenavond, woensdag 4 oktober. Dit is U-nieuws. Al de hele dag is de recherche en ook de ME bezig met onderzoek naar de vermiste Anne Faber. Met speurhonden en speciale apparatuur wordt het bos bij Huis ter Heide uitgekampt, waar vermoedelijk ook haar jas is gevonden. En daar staat ook onze verslaggever Annemarie Verhagen. Annemarie, wat gebeurt er nu? Ja, al de hele dag wordt hier gezocht naar een spoor van Anne Faber, want ze is nog steeds spoorloos. En zo dadelijk gaat de ME ook zoeken. Ze gaan dat in linie doen. Dat betekent dat ze in een lijn naast elkaar het gebied hier gaan uitkammen. En ze doen dat om alles uit te sluiten, om zeker te weten dat er niks over het hoofd gezien wordt. Ja, er is natuurlijk een kledingstuk gevonden van Anne. Kleding spreekt de politie over. Dat ze ondertussen naar het Nederlands Forensisch Instituut gestuurd. En ze hopen natuurlijk dat dat iets oplevert. Op dit moment is het namelijk een van de weinige concrete aanwijzingen die de politie heeft. De kleding die we daar hebben aangetroffen is het enige spoor op dit moment wat we hebben. En daarom zijn we er ook zuinig op. En daarom is het juist goed om zo zorgvuldig mogelijk dat te onderzoeken. Ja, het enige aanknopingspunt is dus die jas. En ook de familie heeft een oproep gedaan, hè, Annemarie? Ja, klopt. Zij vragen mensen hier in de buurt om hun camerabeelden vooral te delen. Als je misschien een beveiligingscamera bij je huis hebt of misschien bij je bedrijf, is het heel belangrijk om die uit te kijken, uit te lezen en naar de politie te sturen. Want het kan zijn dat daar iets van Anne Faber op te zien is. Dan kunnen ze misschien zien welke kant ze op fietsen of iets anders van informatie daar uithalen. En ja, het is wel heel erg belangrijk dat ze daar dan iets mee kunnen. Daar vraagt de familie dus heel expliciet om. Sinds vrijdag is Anne Faber dus vermist. Wij hebben de feiten even op een rijtje gezet. De 25-jarige Anne vertrekt op vrijdag 29 september op de fiets vanuit haar woonplaats Utrecht. Rond 6:15 appt ze dat ze in Hollandse Rading is. En om 6:50 maakt ze nog een foto van zichzelf in de stromende regen bij Baren. Vanaf dan ontbreekt elk spoor. Op de plek waar Anne een selfie maakte hangen familie en vrienden posters op. Vanaf zaterdag trekt de politie alles uit de kast om haar te vinden. Zo doen ze buurtonderzoek en zoeken ze met een helikopter met warmtecamera. Net zoals de familie maken wij ons ook zorgen. Dat is ook de reden waarom er een team heel druk bezig is met het recherchewerk, om te achterhalen van wat er nou precies met haar gebeurd is. Op maandag starten familie en vrienden een grote zoekactie in de omgeving van Paleis Soestdijk. De politie heeft geen concrete aanwijzing dat Anne daar is, maar helpt de familie wel bij de zoektocht. Het is een initiatief vanuit de familie, maar er zijn ook burgers bij aangehaakt. Ze hebben natuurlijk een oproepactie gedaan. Dus burgers zijn daarbij aangehaakt, maar ook wij. Een aantal politieagenten die zijn nu ook betrokken bij die zoekacties. Zodat we wat structuur kunnen aanbrengen. Maar ook mocht het zo zijn dat we sporen aantreffen, dat we die gelijk kunnen veiligstellen. Gisteren vindt een voorbijganger een jas in het bos bij Huis ter Heide. De politie begint in de omgeving een grote zoekactie en maakt bekend dat het vermoedelijk de jas van Anne is. Terug naar Annemarie in Huis ter Heide. Annemarie, in wat voor soort gebied doet de politie nu onderzoek? Nou, die kleding die is gevonden, dat lag in de bosjes naast een fietspad dat tussen Bilthoven en Huis ter Heide ligt. Nou, dat gebied wordt dus nu onderzocht. Ja, en hier in de omgeving komen ook af en toe wat mensen voorbij die zich heel erg betrokken voelen bij wat hier speelt. En die leven allemaal wel heel erg mee. Je zou ook nu ook wel wat willen doen, maar ja, momenteel kan dat natuurlijk niet. Want die sporen moeten, de politie moet eerst alles uitzoeken natuurlijk voor je als burger wat kan doen. Je staat eigenlijk wel te popelen om iets te doen. Het is een stil fietspad, afgelegen. En ik kan me indenken als meisje zijnde dat je daar toch wel een groot risico neemt. Het moet kunnen natuurlijk. Maar gezien de omstandigheden tegenwoordig is het levensgevaarlijk, vind ik zelf. Ja, de buurt leeft dus erg mee. Annemarie, hoe gaat het onderzoek nu verder? Ja, dat is heel erg afhankelijk van of er nu iets gevonden wordt of niet. Want er is er bijna weer een dag voorbij. Het wordt straks weer donker. Dan is het moeilijk voor de politie om te zoeken. Dus het is even afwachten of dat er straks iets uit de zoektocht van de ME komt. Ja, dankjewel, Annemarie Verhagen. En wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte over de zoektocht naar Anne Faber. De moskee Alfitra moet het pand in de Utrechtse wijk Overvecht verlaten vanwege een huurachterstand. Dat heeft de rechter vandaag bepaald in de zaak die de moskee had aangespannen tegen de eigenaar van het pand. Het doek is gevallen voor Alfitra. Maar morgen moeten ze het pand uit van eigenaar No Staples.
Vorige week nog stonden beide partijen weer voor de rechter. De imam van de moskee zei tijdens die zitting dat ze het pand wilden kopen. Gisteren dus, op 3 oktober, dacht imam Salam wel tot een oplossing te kunnen komen. Hij moest 1,7 miljoen euro bij elkaar krijgen om het pand te kunnen betalen. En dat zou wel lukken met behulp van een geldschieter uit Kuwait. En ook de huurachterstand van ruim een ton zou hij gisteren aflossen. Maar dat is gisteren niet gelukt. En dus doet de rechter vandaag uitspraak of de ontruiming van het pand uitgesteld kan worden. Ja, er ligt al een vonnis, 31 augustus. Alfitra wil de werking van dat vonnis schorsen. Nou, dat kan alleen maar bij heel bijzondere omstandigheden, want er is namelijk al een vonnis gewezen. En de rechter heeft nu gezegd, van die bijzondere omstandigheden is geen sprake. Dus dat betekent dat Alfitra het pand moet ontruimen. Er loopt nog een procedure bij de rechter. Die is aangespannen door de moskee tegen de eigenaar. Die zaak dient in november. Het conflict dus tussen hen is met die uitzetting morgen nog niet voorbij. En of de moskee van plan is werkelijk het pand te verlaten, weten we morgen. De auto van Alex Maas, bekend van het populaire programma Temptation Island, is betrokken bij een ongeval. Zijn Dodge Ram reed gisteravond achterop een oude Volkswagen op de A2 tussen Vinkeveen en Breukelen. Of hij zelf ook bij het ongeluk aanwezig was, is niet bekend. Een van de inzittenden van de Volkswagen moest naar het ziekenhuis. Automobilisten moeten morgenochtend rekening houden met een zware ochtendspits. Weerbureaus verwachten regen en storm. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hele provincie. De waarschuwing voor zware windstoten geldt vooral tussen 9 uur 's ochtends en 2 uur 's middags. Slang, bandiet, wesp en beugelbekkie, ja, het kon niet gek genoeg. We werden bij RTV Utrecht overspoeld met reacties over een naam voor de nieuwe Intercity. Gisteren werd die gepresenteerd. Maar hoe moet de trein gaan heten? Nou, we vroegen het op onze Facebookpagina en kregen meer dan 700 suggesties. De NS vindt dat er veel leuke ideeën tussen zitten. En opnieuw pech voor voetballer Timo Letschert. Volgens de NOS heeft de oud-FC Utrecht-speler zijn kruisband gescheurd. Letschert voetbal sinds vorige zomer bij Sassuolo. Zijn start bij deze Italiaanse club begon ook al wat ongelukkig door een blessure aan zijn schouder. Nu is hij waarschijnlijk 6 maanden uit de running. Het is 4 oktober en dat betekent Dierendag. Nou, in Dierenpark Amersfoort was het extra feestelijk vandaag, want de naam van het pasgeboren olifantje is daar bekendgemaakt. Het is Tabo geworden, dames en heren. Ja, vorige week maandag zag het beestje vroeg in de ochtend het levenslicht. In de middag pleegde het mannetje voor het eerst zijn plasje en kon zijn geslacht vastgesteld worden. Het dierenpark schreef een namenwedstrijd uit om een stoere naam te vinden die bij de olifantenfamilie past. En Tabo werd als beste naam gekozen. Ik vond het wel leuk om te verzinnen. Dus ik ben op betekenis gaan zoeken. Dat het een vreugde is dat hij geboren is. En zo ben ik op deze naam terechtgekomen. Krijgt u nog het weer? Vanavond is het droog, maar in de nacht gaat het regenen. Het wordt rond de 12 graden. En u hoorde dat al vanaf morgenochtend heeft KNMI code geel afgegeven, omdat er zware windstoten worden verwacht. Het wordt dan zo'n 15 graden. Tot zover deze U-nieuws. Maar blijf kijken, want na de reclame praten we verder met slachtofferhulp over de vermissing van Anne Faber. En ook over bodemdierendagen en over verkeer met Edo Bruner. Tot zo na de reclame en anders een hele fijne avond.